Ja, hallo allemaal, dit is Bjorn, oftewel Beliefjes, en van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van Let's Play Train Simulator 2020, met Belief natuurlijk. En vandaag, dames en heren, gaan we rijden met de nieuwe 523, die door Riffit Games gemaakt is. Wel even een dingetje, ik ben al een tijdje bezig met het scenario, maar het bleek dat mijn opnameprogramma niet goed aan het opnemen was. Een of ander corrupt bestand. We zijn nu op het helft van het scenario, zijn wij. Op zich niet zo'n hele grote ramp, om het zo te zeggen. Want eigenlijk komt het op neer dat wij vanuit ons eerste station moesten rijden naar Ersveld. En vanuit Ersveld moeten we hetzelfde stuk weer terugrijden. Dus het valt mee. We moeten hier aankoppelen. Vervolgens de deuren openen. En dan kunnen we dus verder gaan. Dus ik ga eventjes hier aankoppelen. Want dat was namelijk de bedoeling, aankoppelen. Ja, nou, heel voorzichtig, hè? Niet te snel. Hoppakee. Oké. Je mag wel remmen, vriend. Even kijken, pauze. Perscontrol plus samen om naar de achtercabine te verplaatsen. Op de destinatieborden moet je de code 205 invullen. Druk op de enterknop om vervolgens dit te bevestigen. Open de deuren en laat de passagiers instappen. Nou, dat klinkt wel eens een goed idee. Even kijken, is dit dan de rear van de trein? De rear van de trein? Nee, dat is niet de rear van de trein dit. Dit wel. Oké. Okay. Wat zei hij ook weer? 209 of zo? 205? Enter. Oh, wat is nou 205? Groschen. Ja, die klopt. Oké, okay, super tof. Kijk, dus we zijn nu de RE naar Groschen. Om even de naam te geven dan. Waarom is het Groschen? We staan momenteel nog in Ersveld en we gaan dus hier zo meteen gaan wij dus de weg rijden natuurlijk. Waar ik blij mee ben is dat ze hier in deze trein hebben ze een cruise control geplaatst. Dus daar ben ik wel blij mee. Passengers have now boarded the train. Please proceed at 1625 to the next timetable stop. Groschen when the signal is clear for departure. Ik zit even te kijken, maar volgens mij betekent dat het voor ons groen is, die dacht ik. Oh. Volgens mij is die voor. Ja, die voor is goed. Oké, okay, super tof. 60. Ja, waar ik dus super blij mee ben, is dat zij een AFB in deze trein hebben zitten. Nou, als ik, daar kun je mij al super blij mee maken met AFB. Want er is namelijk niks. Ships. Rip points. Nou ja, daar gaan we punten. Het was 40. Ik dacht dat het 60 was. Helaas, pindakaas. Had ik ook moeten weten. Groen en geel. Dat is 9 van de 10 keer, dat is 40. Anyway. We zitten in ieder geval niet in de minpunten, dus dat scheelt weer. En wij gaan dus nu, hoe heet dat spul ook alweer? Wij gaan Ersveld gaan we uit. En op weg naar Groschen. Zo, die gaat dan even op 60. Nou, en goed, en dan nog even een paar leuke. Ik had nog wat leuke dingetjes in deze trein gezien. Ja, als je dus de remmen zeg maar eraf haalt. Deze dingen staan normaal gesproken op rood. Als je dus de remmen op hebt staan. Dat is op zich wel geinig. Maar mag ik even wat meer tractie geven? Want komen we hier nooit in de buurt van de snelheid die we mogen rijden. Oh, en ik bereid me trouwens op voor. Dit is waarschijnlijk de hele tijd gewoon 80 rijden. Volgens mij ga je hier niet echt langzamer rijden of zoiets dergelijks. Nu, nou, dat is het safety system is dat dus als je die van die streepjes ziet, betekent dat eigenlijk gewoon dat jij dat het volgende zijn veilig is en dat je gewoon je dienstsnelheid mag rijden. Even kijken of je misschien hier wat ziet. This train will call at Ersveld and Groschen. Ja, dat klopt, maar. We waren eigenlijk een lege trein in eerste instantie. Die moesten naar Groschen
of hoe je ook zegt, heen moesten gaan. En nu we daar aangekomen zijn, moesten we aankoppelen. En vervolgens moesten we met twee treinstellen moesten we weer mee teruggaan. Dus dat was in ieder geval dan de bedoeling. Ja, en even kijken, dat Gürschenen is dus nog iets van 26 kilometer rijden. Het zijn voornamelijk heel veel cirkels die we door de berg heen maken, moet ik zeggen. Dus daar komt er vrijwel een klein beetje op neer. Dan even een kleine drive-by. Wel, maar is het, heb je trouwens, je hebt hier in het scenario best wel weinig... Dammit! Best wel weinig plek voor screenshots te maken, omdat je heel veel door tunnels aan het rijden bent. En omdat je door al die tunnels aan het rijden bent, dan ja, is het soms wel een klein beetje... Wauw. Is het dan wel een klein beetje lastig om in die tunnels natuurlijk een screenshot te maken? Staan mijn lichten goed? Of moeten we die... Ja, nee, dat staat goed. Nou, je hebt natuurlijk een passenger seat, hebben we ook nog. Hier rijden we naar achterheen. Zitten we hier in het achtste stuk van de trein trouwens? Ja. We zitten in het meest achtste stuk van de trein. Dat kunnen we ook veranderen naar het achtste stuk van het eerste rijtuig. Nou, je kunt zien, we kunnen dus hier dus aan het eind zitten. Dan kun je nog staan, als je dat liever hebt. Of in ieder geval met het verkeer meer rijden. Dat kun je ook nog doen. Nou, natuurlijk rijden we in Zwitserland, dus dat is standaard een beetje aan de linkerkant van het spoor. Maar dat mag het uitzicht in ieder geval niet bederven, want we hebben natuurlijk een best wel mooi uitzicht, om het zo te zeggen. We kunnen dit station mooi voorbij gaan. Het is net als iemand die een gasbrand aan is aan in die trein, joh. Zet die vlammen weg, weer, zei man. Nou ja, anyway, ga even weer terug naar de cabine. We kunnen ook heel veel zien, natuurlijk. Nou, en ik zal je zeggen dat wij rijden. Oh. Wij rijden dus vanuit hier. Helemaal daar naartoe. Maar dat is, het grappige is, dat is niet eens de hele map. Het is gewoon een derde van de map of zo. Dus er ligt nog zoveel meer. Kijk, dat bedoel ik dus, tunnel. We reden grotendeels alleen maar door tunnels heen. Maar ik moet zeggen dat de frames die je hebt... ik heb merendeels van de route heb ik gewoon continu 60 fps. Dus ik moet wel zeggen dat het heel erg... heel erg netjes is voor zo'n gebergte route, om zo te zeggen. Toch maakt die trein best wel veel herrie, ook al rij je door een tunnel heen. En die tunnels maken gewoon veel meer kabaal eigenlijk, om het zo te zeggen. En als het goed is, zouden wij over ongeveer een kwartiertje moeten wij al aankomen op Gürschenen. Of Gürschenen. Ik weet nog steeds niet hoe je het zegt. Heb ik toevallig internet openstaan? Nee? Nou, dan gaan we dat eventjes doen. Want ik wil nu weten hoe je dat uitspreekt namelijk. Even kijken. Translate. Google Translate. Kom maar op, ik wil weten wat het is. Even kijken. Met umlaut. Schenen. Vertalen van het Engels. Nee. Vanuit het
Swahili's. Nou, nee. Zweeds wil ik eigenlijk hebben. Ah, ja. Even kijken, hoe klinkt dat? Eens even zien. Oh ja. Daar kan ik dus echt helemaal niks van maken, hè? Goshenen. Oké, okay, Engels vind ik leuker. Goshenen. Ik doe het ervoor. Goshenen. Ik denk dat het Goshenen is, want er staat een... Zal ik anders eens Duits pakken? Wat is Duits dan? Die taal die komt eigenlijk wel redelijk in de buurt namelijk. Goshen. Ja, het is maar net hoe je de klemtoon legt, of niet soms? Goeiedag, hé. Ja, het is maar net hoe je die klemtoon legt, denk ik. Het is gewoon een klein beetje, ja, bijzonder. Als je op zijn Zweeds doet, dan is het dit dus. Goshenen. Nou, ik maak er gewoon Goshenen van. Dus, ik heb nu zoveel opgezocht voor die wat nou precies de goede translatie is. Maar het wordt gewoon op een hele debiele manier uitgesproken, waarvan niemand weet hoe het precies uitgesproken moet worden, denk ik. Nou, wat je nou ziet is dat we eigenlijk de berg opgaan. Dat is ook de reden waarom ik tractie continu aan moet laten staan. Want toen ik hier namelijk naartoe reed, toen had ik tractie natuurlijk continu uitstaan. Nou, dan gaan we hier dus de berg op. En dan hier, als wij hier zeg maar dus naar binnen heen gaan, dan gaan we zeg maar hier zo'n cirkeltje maken zeg maar. Dus dat je... Oh, ik was net op tijd, want we moeten afremmen naar 60. Oh my god, het is dat je Siva zag. En ik ben met volle overtuiging, nee hoor, de hele lijn moeten we 80 rijden. Ik hoef niet eens af te remmen, joh. Wat de hel, nergens van nodig. Nou, fout gedacht dus. We moeten schijnbaar afremmen naar 60. Ik weet niet wanneer, maar we moeten wel ergens een keer afremmen naar 60. Tenminste, dat gekke ding daar, Z60. Dus gaan we dan niet lopen vertellen dat dat niet nodig is. Wat is 888? Zo snel kan ik niet rijden. Oh. Oh, we gaan naar de rechterkant heen. Oké, makes sense. Hier rijden we nog rechts. Of hier rijden we nog links. En nu gaan we naar rechts. Nou. Ik wou dat ik zo snel kon rijden. Goeiedag, hé. Oké, meteen line speed, dus dat is gewoon weer 80. Oké, mooi. Nou, nu we dit hebben gehad, gaan we dus deze tunnel in. En wat er dan gebeurt is dat wij hier een hele grote bocht gaan maken. Ja, dus we maken hier een hele grote bocht. En dus gaan we ook tegelijkertijd omhoog in de berg. En dan komen we hier weer uit. En dan rijden we dus over deze spoorlijn. Dus kijk, we zijn nu hier ingereden. En dan komen we strakjes. Komen we daar ergens uit. Althans, dat is de bedoeling van het hele verhaal. Dus nu is het gewoon alleen maar een beetje in de tunnel rijden eigenlijk.
En dan komen we hier zo meteen uit. Want dat is dit stukje. Dan hebben we hier weer een kleine mini-tunnel. En dan even kijken. Rijden wij... Oeh, dat is de... De boze berg volgens mij. Roar. Nou, anyway, dan gaan wij dus helemaal hier naartoe. En helemaal daar naartoe. Nou, en dan volgen we het spoor dus verder die kant op. Langs de bergen in. Want ik dacht dat we wel in de buurt waren van de... voor mij toen ik het scenario startte, las ik nog iets over dat de Godhard tunnel, dat die gesloten was. Ik geloof het wel, maar misschien zijn we ook in de buurt van de... Oeh! Er komt zo meteen een monster aan, joh, dat wil je niet meer in. Hallo! Kun je normaal gesproken ook spotten? Ik denk het niet. Het is wel leuk als je daar woont trouwens. Oh my god. Nee, niet doen! Niet in de berg. Dan wil ik hier staan. Hier kun je natuurlijk normaal gesproken echt nooit staan. Laat dat even voorop stellen. Dat kan niet. Ook al zou je het heel graag willen. Kan niet. Nou, gaan we in de cabine, kunnen even genieten van het mooie uitzicht dat we nu hebben. Want even onder ons gezegd, het ziet er natuurlijk ook wel heel erg mooi uit natuurlijk. Nou, gaan we zo meteen nog even de tunnel in. En dat was de tunnel alweer, nou ja. Ik wil zeggen, dat was de tunnel alweer, maar voordat je het weet zit je weer in de volgende tunnel. Maar als je gewoon om je heen kijkt, joh, kijk zoals die vrachtwagen die daar helemaal boven reed. Ik vind Zwitserland en Oostenrijk daarom een van de mooiere landen als je kijkt naar dit soort gebergten en dat soort dingen, weet je wel. Als je dan met de auto hier overal langs heen rijdt bijvoorbeeld en je ziet dan die treinen die overal in die kleine dallen een heel stuk lager rijden. Ja, dat is wel echt vet, of niet? Ah, dat is een mooie echo, joh. Dat is wel mooi, toch? Oh. Ja, ja. Wil je het volgende zijn, moeten we een 60 rijden, schijnbaar. Nee, Bjorn, je kunt gewoon de 80 blijven rijden. Geen probleem, hoor. Ik zie het probleem niet. Nee, ik wel. Ik moet dan twee keer afremmen naar 60. Ik hou echt van die... mooie echo's hier in de tunnel. Nou, hij zou hier 60 rijden. Acht. Oh my god. We mogen 8888 km per uur. Oh!
gaan schijnbaar nu weer naar de linkerkant in. Oké. Misschien dan werkzaamheden in de tunnel of zo, denk ik. Nou, de kaart zegt dat je weer 80 mag, maar ik ben het nog niet helemaal mee eens. Want mijn veiligheidssysteem heeft nog niet gezegd dat wij snel mogen rijden. Dat zou je nou waarschijnlijk wel hebben gedaan. Even kijken zo meteen eventjes. Ja, maintain line speed. Nou, dan gaan we weer 80 rijden. Mijn god, waar rijden we? Of we rijden echt in zo'n gebergte of niet? Maar ik ben benieuwd waar we straks uitkomen. Ik heb echt geen idee, joh. Even mooi naar beneden kijken, voor zolang het kan. Niet heel lang. Voordat je weer duikt, weer de tunnels in namelijk. Damn, son. Dit is toch ook een uitzicht. Ook al is het natuurlijk hartstikke virtueel als het maar kan, maar het is echt wel een heel mooi uitzicht wat je hebt zo. Ik ga even omdraaien. Maar daar zie je niks. Je moet echt gewoon echt aan de rechterkant kijken. Tenminste, als je de meeste dingen zo wilde zien, dan moet je echt voornamelijk aan deze kant zitten. En dan zijn we in de brug, of in de tunnel, sorry. Dat is wel een van de langere tunnels waar je doorheen moet in ieder geval. Zo, daar is de uitgang. Laatste tunnel voor ons eindpunt die we gehad hebben.
Nou, we hebben een groen en dubbel geel. Dat zal waarschijnlijk hetzelfde betekenen als in Duitsland, dat het volgende zijn rood is inderdaad. Krijgen we nu ook netjes te zien, gezien onze baansnelheid nu op 0 staat. En dan komen wij nu aan op station Gusschenen. Eindpunt van deze trein. U wordt hier allen vriendelijk verzorgd om uit te stappen natuurlijk. Reist u met een Zweedse OV-chipkaart. Vergeet er vooral niet om Zweeds uit te checken. Kijk, en als je dan kijkt aan de zijkant, als het goed is zijn die dingen nu op rood. Kijk, hoe awesome, die staan nu gewoon op rood. Die andere is waarschijnlijk voor de parkeerrem. Goed, we laten hier de passagiers even uitstappen. En zijn we bij het einde gekomen van deze aflevering. Ik hoop dat je hem leuk vond, dus zowel even een blauw duimpje omhoog als tevens een leuke comment voor de volgende keer. Je kunt natuurlijk ook even in de commentaar achterlaten wat je van deze trein vond. Of je hem mooi vindt, of dat je denkt van nou, het is niet mijn type. Nogmaals dames en heren, in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Als je deze video leuk vond, geef dan een blauw duimpje omhoog. En dan zie ik jullie allemaal in de volgende episode. Dus ja, dat was wel een beetje. Bedankt voor het kijken, dames en heren. Tot de volgende episode. Dag.